Steven Kruiswijk sliep deze tour aanvankelijk op één kamer met Robert Gesink. Maar sinds diens vertrek deelt Kruiswijk de kamer met Luis Leon Sanchez. Hoe is dat eigenlijk als je maatje in de tour voortijdig naar huis moet? Ja, dat is wel even wel balen natuurlijk. Zeker de manier waarop Robert naar huis is gegaan. Dat gun je sowieso niemand in de ploeg. En, je gaat ervan uit dat je met elkaar 3,5 weken op de kamer zit. En als dan 1,5 week eentje naar huis gaat, dat is wel lastig. Want bouw je dan ook iets meer een band op dan onderling als je bij elkaar slaapt op de kamer? Nou ja, je weet een beetje, kijk, met Robert, dat was natuurlijk ook geen onbekende voor mij. En als je 3 weken bij elkaar op een grote ronde, dan heb je ook wel wat steun aan elkaar. En je weet een beetje hoe je elkaar op de kamer, hoe je in elkaar zit. En dan heb je toch een bepaald ritme en systeem eigenlijk altijd. En als ze dan wegvalt, dat is wel balen. Robert zit nu thuis, hebben jullie nog contact? Ja, ik heb wel een paar keer gesproken en hij is nu weer rustig aan de trainingen begonnen. Dus, ik vond het natuurlijk ook mooi dat we die etappe nog konden winnen vorige week. En, hij volgt het dus nog steeds en steunt ons ook daarin. Jullie sleep je van hotelkamer naar hotelkamer in zo'n tour. Wat doe je buiten de koers om? Ja, het is toch maar weinig tijd dat je op je kamer zit. Ik bedoel, de reisafstanden zijn nog behoorlijk lang, hè. Zeker hier in de tour. Moet je op tijd door het hotel verlaten, omdat het zo hectisch is bij de start om door het verkeer te komen überhaupt. En de terugweg geldt hetzelfde. En als je terug bent door het hotel, is vaak het eerste word je gemasseerd en dan ga je naar het eten. Alleen we zitten niet vaak voor 9 uur aan de tafel. En dan ben je blij als je uiteindelijk om 10 uur even op je bed kan liggen en misschien nog een bladzijde kan lezen of wat op internet gaat kijken. En, een beetje muziek luisteren en zoveel mogelijk proberen te ontspannen. En dat is het eigenlijk wel. Wat lees je? Ja, ik heb ook wel een boek bij. Maar die ben ik ergens in de bus laten liggen. Dus ik weet niet waar die nu is. Maar van de week maar eens opduiken. En internet? Je hebt niet overal even goed internet in hotels. Maar dat lukt wel aardig. Ja, ik moet zeggen, ik val niet tegen. Vaak kun je wel een beetje op internet surfen. En een beetje het nieuws bijhouden. En, wat andere dingen wat er in de wereld gebeurt ook bijhouden. En je aandacht een beetje van de tour afgaat af en toe. Je hebt vorig jaar de Vuelta en de Giro gereden. Merk je nou verschil ook buiten de koers om? Buiten de koers? Nou, de benen doen evenveel pijn als die andere rondes. Maar de tour in dat opzicht is gewoon qua hectiek en alles eromheen veel anders. En dat maakt de tour denk ik.